Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht, maar de uitgaven zijn structureel hoger dan het budget. En de gemeenteraad wil meer grip hebben. Maar ik ben bang dat meer grip zal leiden tot meer bureaucratie. En dat zal ten koste gaan van de hulp. Ik vind de bureaucratie van buiten, daar heb ik wel zorgen over dat die weer aan het toenemen is. En voor een deel begrijp ik het, want gemeentes willen meer begrijpen wat er gebeurt. Ook omdat er schaarste is qua middelen. Maar het begrijpen via de administratieve last van de medewerker, dat vind ik wel een probleem. Als de gemeentes willen besparen, heb ik één tip. En dat wil zeggen administratieve vereenvoudiging. Wat ze nu doen, en ik snap het ook wel natuurlijk vanuit het idee van grip te krijgen, is dat ze continu nieuwe regels, andere regels ontwikkelen. Maar niet alleen die ontwikkelen, maar dat eigenlijk steeds meer de gemeentes op zichzelf regels veranderen. En daardoor wordt het ontzettend duur. Wat je het liefst wil als raadslid is dat je echt een compleet beeld hebt van wat er speelt en wat de gemeente doet. Even zien, laat ik beginnen bij die bekostigingsmodellen. Want bij een aantal segmenten moeten die nog gekozen worden. En daarbij ook de kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld. En dat is met name omdat we natuurlijk als raad ook graag doelen willen kunnen stellen en resultaten willen kunnen meten. En ik vroeg me af met dat in ons achterhoofd of wat we hier nu doen met dat inkoopplan en alle kaders die we stellen. Of dat ook wordt gekoppeld aan onze monitor sociaal domein bijvoorbeeld. Om die voortgang te monitoren en de kwaliteit te waarborgen. Wat we in de gemeenteraad eigenlijk hebben gedaan is dat je op bepaalde manieren probeert te toetsen of wat je doet effect heeft. En daar is dus een soort monitor uitgekomen. En we krijgen nu elk jaar een monitor met hoe het ervoor staat. En dat geeft een gevoel van grip. Als ik de gemeente was, zou ik ook willen weten of alles goed gaat. Maar ik heb zo het onbestemde gevoel dat we als maatschappij steeds meer gaan registreren, maar er per saldo weinig mee opschieten. Of dat we gaan sturen op verkeerde doelen, zoals de lengte van de behandeling of het aantal kinderen in de 24-uurszorg, zonder te weten wat er aan de hand is met deze kinderen en hun gezinnen. Want als ik blader door de monitor Sociaal Domein van 2020, krijg ik niet echt een gevoel of het nu goed of slecht gaat met de jeugd. Ik kan bijvoorbeeld niet zien hoe goed de hulpverleners zijn, of welke aanbieder de meeste goede hulpverleners in dienst heeft, of hoe lang de wachttijden zijn, of hoeveel kinderen en gezinnen de hulp kregen die ze nodig hadden. De gemeenten hebben in principe gewoon de opdracht gekregen om te gaan sturen op resultaten. En wat je ziet is dat ze nog heel veel gestuurd hebben in de afgelopen jaren op tijd en op producten en op activiteiten, maar nog heel erg weinig op resultaten. De behoefte aan grip wordt versterkt door het chronische geldtekort waarmee gemeenten kampen. Leiden gaf in 2019 6 miljoen euro meer uit aan jeugdzorg dan het aan geld van het Rijk ontving. Dat is 24% van het Leidse budget voor de jeugdzorg. De gemeente zoekt mogelijkheden om minder geld uit te geven. Door bijvoorbeeld jeugdhulp op school anders te organiseren. Maar de gemeente wil vooral ook duidelijker afbakenen wat nu jeugdhulp is en wat niet. Nou, wat we ook hebben gedaan, of wat ik probeer als VVD om te bereiken, om meer grip te krijgen eigenlijk, is dat ik heb gevraagd aan de wethouder om in beeld te brengen wat we nou als gemeente moeten doen en wat we extra doen. En wat ik zou willen zien is dat ik een soort inschatting krijg van de gemeente met, nou, dit is eigenlijk de basis, dit is wat we sowieso moeten doen en dit is wat we daar bovenop doen. En dan kan je daar als politiek een mening over hebben. Dat klinkt logisch. Maar wat is dan basishulp en wat is extra? Ik heb Sven leren kennen. Dagbesteding met roofvogels geeft hem rust in zijn hoofd en brengt rust in het gezin. Is het werken met roofvogels nou basishulp of is het extra? Hij gaat niet naar school. En anders, als hij de dagbesteding niet zou hebben, zou hij dus alle dagen thuis zitten. En dan zit hij echt alleen maar op zijn telefoon en doet hij verder niks. En dan kunnen wij ook niks, omdat je niet met hem overal naartoe kan, omdat hij eigenlijk niks durft. Winkels, markten, de normaalste dingen durft hij niet. En dan heb je dus altijd een zorg thuis. Dus je loopt altijd soort op je tenen en je moet altijd alert zijn. Als ik dan even naar boven ga, moet ik alert zijn wat er beneden gebeurt.
En daardoor is het zo fijn dat je de dagbehandeling hebt, dat hij daar naartoe kan gaan, dat hij daar ontspannen is. Waardoor wij thuis ook weer meer dingen kunnen, zeker ook nu met het thuisonderwijs. Maar ook op een woensdagmiddag, als de meiden thuis zijn, kan ik even wat met die meiden ondernemen. Met iets dat, wat Sven niet zou durven. En daardoor blijft het gezin staande. Sven leert er bovendien stapje voor stapje om zijn angsten te overwinnen. Zoals zijn angst voor het donker. Iets wat in de specialistische GGZ niet goed lukte. Ik zie het wel. Ja, veel op angst gereguleerd. Ja. Gekeken van wat kunnen we proberen. Maar ja, eigenlijk liep dat vaak ook spaak omdat hij gewoon er niet over wou praten. Ja. Omdat het dan voor hem zo dichtbij kwam. Zo, ja, dat angst om en zo. Dus ja, dat wou hij gewoon niet. Dat was echt vluchtgedrag wat hij dan vertoonde. Dus ja, daar liep ook wel heel veel therapie liep er op spaak eigenlijk. Ik leg in een online gesprek wethouder Marleen Dame en beleidsambtenaar Maarten van den Honaert het geval van Sven voor als we het over afbakening hebben. We hebben nu niets genormeerd. Hè? En dus we willen nu toe naar een situatie waarin je zegt, bijvoorbeeld, hè, we hebben zo'n heel specifiek kader bij individuele begeleiding, gemiddeld 2 uur per week voor 6 maanden. Als dat niet kan, dan hebben we daar het gesprek over. Want in het geval van die andere jongen, dan komt dat niet uit. En dan is het de professional die uiteindelijk dan zegt van jongens, dit werkt niet, dan moet iets anders of er moet meer. En natuurlijk gaan we dat dan doen. Maar we willen wel dat er vooraf meer nagedacht wordt over moet het meer zijn dan dit? Want als het na een half jaar niet helpt, wat het mechanisme nu is, dat we dan maar doorgaan met de behandeling. Terwijl volgens mij het heel goed is om na een half jaar te denken, als dit niet helpt, moeten we misschien iets anders gaan doen. Wij willen helemaal niet sturen op wat die professionals precies doen. Het is meer aanleiding voor het goede gesprek dan dat wij alleen maar gaan zitten vinken hoor. Ik denk dat we met elkaar natuurlijk moeten kijken naar wat werkt. Maar ook dat we wel kritisch blijven zijn op wat wij als samenleving daarin moeten vergoeden. Hè? Dus... Als dit voor deze jongeren werkt, nou, dan is dat natuurlijk fantastisch om te zien dat hij daarmee de progressie boekt die hem in staat stelt om zijn leven normaler te leiden. Tegelijkertijd moeten we ook wel kijken van ja, hoe kunnen we op een gegeven moment weer toe naar een situatie waarin waarin hij het kan zonder deze therapie. Of wellicht met meer reguliere inzet of inzet vanuit het voorveld. Ik denk dat alle ouders en kinderen toe willen naar een situatie zonder therapie. En therapeuten zelf trouwens ook. Alleen het lukt niet altijd meteen. Het is echt, vind ik, onze taak als SGGZ om te gaan zoeken naar de maximale mogelijkheden. Maar het is ook onze taak als SGGZ om met ouders en met een kind en met een jongere te gaan bespreken. Dit is wat het is. Ondertussen proberen de gemeenten in de Leidse regio ook meer grip te krijgen op de instroom van nieuwe hulpvragen. Zodra ouders of jongeren aankloppen voor hulp, moet duidelijk worden welke hulp ze nodig hebben. En of die hulp door hulpverleners gegeven moet worden. Dat heet triage. Gaat dit werken, vraag ik me af. En kan de gemeente hiermee geld besparen? Ik vraag het de Leidse hoogleraar Robert Vermeerder. Hij doet onderzoek naar het verbeteren van triage en diagnostiek bij jongeren. Triage is ontzettend moeilijk. En we kunnen nooit helemaal aan het begin zeggen, u heeft dit nodig en u heeft dat nodig. Daarom sommige mensen dromen van het principe first time right. Maar hoe kunnen we beslissen bij u als ik uw verhaal nog niet gehoord heb? In hoeverre is wat de gemeente schrijft een wensdenken of is het realiteit? Het huidige onderzoek naar triage, vooral door de praktijkondersteuner van de huisarts, die toont aan dat, en dat zal de gemeente heel vervelend vinden om te horen, maar dat eigenlijk triage op dat niveau geen kostenbesparing oplevert. Maar wat het wel oplevert, en dat is van belang, is... toont datzelfde onderzoek aan, waarschijnlijk een verhoging van kwaliteit. Omdat de jongeren aan de ene kant naar de juiste lichte hulp gestuurd worden, maar ook snel genoeg naar de zware hulp. Dus het heeft een kwaliteitseffect, dus het is goed voor het gezin, het is goed voor het kind. Maar voor de portemonnee van de gemeente, ja, waarschijnlijk niet. Laten we zeggen, niet op dit moment. Misschien wel op lange termijn. Maar als we dat langere tijd goed doen, en langere tijd snel genoeg naar de zware hulp verwijzen, hè, en mensen tijdig naar de lichte hulp, dan zal het misschien uiteindelijk verminderen. Het probleem is dat de gemeente het snel allemaal wil.
Maar zelfs als de triage goed en snel is, lukt het vaak niet om meteen goede hulp te bieden. De wachttijden voor de hulp zijn vaak veel te lang. En dat ligt niet alleen aan de grote instroom. Het zit hem aan twee kanten. Het zit hem aan de, laten we zeggen, aan de instroomvraag, maar het zit hem ook aan de uitstroom. Wat wij als specialist hebben kunnen doen is in kaart brengen wat de mogelijkheden van dit kind zijn, wat de mogelijkheden van dit gezin zijn en wat er nodig is om in je ontwikkeling, hè, als je van de nul af bent eigenlijk, dus je bent weer in ontwikkeling en je hebt daarbij nog heel veel begeleiding nodig, als gezin heb je ook nog heel veel begeleiding nodig, ja, dan moeten wij het eigenlijk gaan overdragen aan anderen die langdurend die begeleiding kunnen geven. Dat overdragen, dat is niet altijd eenvoudig. Want we zien ook wel dat er een gat is tussen die SGGZ en die begeleidingsinstanties, zeg maar. Als dat gat zo groot is, dan lukt het niet en dan komen ze weer heel snel terug. Dus dan krijg je zo'n boemerang effect. Dat is niet wat we willen. En soms heeft een kind zelf tijd nodig voordat het verder kan. Je moet soms eerst het ene verwerken om te kunnen groeien. En dat is gewoon heel belangrijk dat je daarvoor open staat, ook als jongere, als mens. Want als jij dat één niet kan afsluiten of kan loslaten, kan je nooit groeien. En dan sta je ook niet echt open voor de hulp die je krijgt. We zien ook maatschappelijke component en dat moeten we erkennen. Het is zo dat autisme een belangrijk deel genetisch is, maar we zien dat het niet functioneren, iets waar ik telkens nadruk op leg, het dysfunctioneren, eigenlijk ook uitgelokt wordt door de maatschappij. Als de maatschappij steeds meer nadruk legt op sociale competenties, zoals nu het geval is, dan gaan we meer mensen hebben die het label autisme krijgen. Ook individualisering is van belang. Luchtvervuiling zou ook een invloed hebben, en vooral dan op de ongeboren vrucht, als toch een chemische... De maatschappij die dysfunctioneren uitlokt, dat is iets om over na te denken. Want in hoeverre is bijvoorbeeld het huidige prestatiegerichte onderwijs oorzaak van de stijgende vraag om jeugdhulp? Sinds de invoering van de wet passend onderwijs blijft het aantal langdurige thuiszitters stijgen. Ja, onderwijs is een middel om te bereiken dat iedereen zich in de maatschappij goed kan redden. En dat de manier waarop wij ons onderwijs georganiseerd hebben, dat voor gewone kinderen een behoorlijke kluif is. Maar dat voor kinderen die een kwetsbaarheid hebben, omdat hun informatieverwerking anders verloopt en ook hun prikkelgevoeligheid groter is, en zij in hun informatieverwerking soms interpretaties maken en koppelingen maken die eigenlijk niet handig zijn, en zij dus snel gestrest kunnen raken van de manier waarop ons onderwijs is ingericht, ja, dat is de groep kinderen waar wij veel mee te maken krijgen. Dus heb je weer geleerd en dat vergeet jij niet meer. Voor bijvoorbeeld Sven zal dat betekenen dat hij zijn kennis niet op school vergaart, maar op een andere manier. En dat hij later op een rustige plek gaat wonen en gaat werken als valkenier. Op een plek waar hij niet steeds overprikkeld raakt. Waar de psychiatrie geleidelijk overstag gaat van labelen naar kijken naar de kwetsbaarheden en mogelijkheden van een kind, naar verhalende diagnose, naar luisteren en vertrouwen winnen, lijkt er in overheidsland sprake te zijn van een omgekeerde trend, die van nog een zorgproductcode erbij. En dan liefst net weer anders dan in andere gemeenten. Meer grip, meer administratie, die wel tijd en dus geld kost, maar geen garantie biedt voor goede kwaliteit. Van alle jongeren en hulpverleners die ik sprak, leerde ik dat ze wat speelruimte nodig hebben om op dat moment die hulp te kunnen bieden die het meest effect heeft. Als je iets 100% op productie-efficiëntie inricht, dan hoort er weer productie, gaat om hulp, helpen. Als je dat 100% dichttimmert, dan heb je eigenlijk geen ademruimte om te denken aan iets wat misschien handiger is of vernieuwd is of een goed idee of... Als we nou even zo doen, die ruimte is er dan gewoon niet. Je zit bam, 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 bam door. En dat betekent dat het gezonde verstand van al die hulpverleners en de gezonde suggesties die soms ouders of patiënten of cliënten doen, die landen niet meer. Nou, ik ben Zoe, ik ben 19 jaar en ik zit in de Jongerenraad van Cordea. En dan hebben we hier mijn ideeënblad. Dus als mensen ideeën hebben, dan kunnen ze hier opschrijven en dan, ja, dan gaan we er wat mee doen. Bijvoorbeeld een verjaardagskalender,
Maar ook bijvoorbeeld een soort van online activiteiten organiseren voor eenzame jongeren. Nou, mijn ideale hulpverlener is een training die wij geven. Ja, vanuit de JWW. Ja. Als ik op de stoel van de wethouder zat, zou ik willen dat mijn jeugdzorgambtenaren elk jaar een paar dagen doorbrengen met ervaringsdeskundige jongeren. Of meelopen met een hulpverlener. Gemeente die wil 24 uur zorg terugdringen omdat dat duur is. Wat vinden jullie daarvan? Oneens. Daar zijn we mee oneens. Oneens. En waarom? Nou, sommige jongeren die hebben dat echt nodig, 24 uur begeleiding. Dat als het niet goed met je gaat, dat je ook gewoon mensen hebt die je kan contacten, die met je mee kunnen denken. Dat je gewoon een veilige plek hebt waar je kan zitten, dag en nacht, met begeleiding om je heen. En sommige jongeren die hebben dat echt nodig. En die zijn nog niet klaar voor een stap verder in minder begeleiding. Dus ik vind het wel belangrijk dat dat blijft. Ik ben voorstander van 24 uur 7, want ik uit een huis kwam dat niet heel veilig was. En ik had in het begin heel veel problemen met dat ik 's nachts moesten alle deuren op slot zijn. En dat weet Romy ook wel, want wij hebben samen gewoond. En een soort van, ik kon niet slapen voordat iedereen thuis was en dit en dat. En ik denk dat het wel heel fijn was dat er dan gewoon iemand was. Dat als ik bijvoorbeeld iets van een lichte paniekaanval zou kunnen krijgen. Omdat ik gewoon wist dat er iemand niet thuis was. En de deur misschien dan niet helemaal goed op slot was. Dat ik wel met iemand erover kon praten. Want dat is wel echt een ding wat heel moeilijk. Hoe oud was je toen? Toen was ik 17. En hoe kwam het dat je niet kon slapen als iemand van de woongroep, zal ik maar zeggen, niet thuis was? Omdat ik bang was dat mensen de deur niet op slot zouden doen en dat er dan ingebroken werd. Want mijn vader deed niet echt zuivere dingen. Waardoor ik soort van bang was dat er altijd iemand ineens naast me zou staan in mijn kamer met een pistool, mes, maakt niet uit. Het is ook wel eens gebeurd dat er ineens iemand binnen stond. Dus. Maar ook een betere communicatie met begeleidsmedewerkers of met de gemeente zelf. Juist door hun verhalen en ervaring kom je te weten wat er achter die cijfers zit. Cijfers die dan aanleiding kunnen zijn voor een goed gesprek. Het is ook een heel interessant gesprek, vind ik altijd weer, om met mensen die zelf heel goed kunnen systeemdenken, om met hun te kijken, dit systeem is ook niet voor niets zo gemaakt. Dus wat is de bedoeling van deze afspraak, deze regel, deze situatie? En wat zou dan de bedoeling zijn voor de jongeren waar wij nu mee zijn? Kunnen we dit in overeenstemming brengen? En wat is daarvoor nodig? Wat moet jij dan een stukje opschuiven en wat moeten wij dan misschien doen? Zodat we toch tot een oplossing kunnen komen. Vanuit de praktijk te vertellen wat er aan de hand is, wat niet past. En of er een gefundeerde, beargumenteerde uitzondering gemaakt kan worden. Dus niet dat voor de hele doelgroep of voor allerlei mensen, maar dat het gaat over deze situatie. En mensen die heel erg systeemdenken, hè, dus in de financiële, administratieve, bestuurlijke wereld, die worden daar heel erg zenuwachtig van. Ik moet wel zeggen dat ik die mensen in de praktijk wel nodig heb. Want ik ben namelijk helemaal weer niet handig om kaders te leggen. En ik ga gewoon. Dus ik heb het wel altijd nodig dat er mensen bij mij zijn die ook dat systeem wel weer helder op het netvlies kunnen krijgen. Van hou daar rekening mee. Maar dan is het juist leuk om te kijken samen naar mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen of naar beperkingen. Nee, wat zou er wel mogelijk zijn binnen die kaders? En als je dan toch het resultaat en de kwaliteit van de hulp wilt meten? Ik zoek onderzoekster Marion Herbe weer op, ditmaal in haar woonplaats Rotterdam. Ze wil me wat vertellen over sturen op kwaliteit, op basis van resultaatmeting. Nou, het is belangrijk bij je resultaatmeting van hulpverleningstrajecten dat je iedereen een stem geeft. Dus dat je zowel zeg maar, de professionals, de begeleiders, zeg maar, als ook de jongeren of de gezinnen of de ouders een stem geeft. Het vergroot zeg maar, de validiteit, dus de betrouwbaarheid op het moment dat je zowel de tevredenheid meet als dat je meet hoe de professional handelt, als dat je meet wat het resultaat is van de begeleiding. En dan kan je dan ook weer door verschillende personen laten bepalen.
Een van de dingen waar ik bang voor ben, is dat resultaatmeting of wat voor meting dan ook leidt tot extra administratieve druk. Dat kan ik me voorstellen. En dat kan je denk ik een deel ondervangen door aan te sluiten bij wat er al is in de praktijk. En ook door op een natuurlijke manier de resultaten of de tevredenheid te meten. Wat wij bijvoorbeeld doen is resultaatmetingen middels apps of middels mailadressen of middels, door middel van formulieren die in de wachtruimte liggen. De resultaatmeting op basis van de doelen, dus op basis van wat de jongere en de begeleider of wat de ouder heeft gezegd dat hij wil bereiken, die wordt ook opgenomen en die geeft veel meer informatie. En dan toch weer oppassen dat dit niet als zaligmakend gezien wordt. Iedere meid die het formulier invult op mijn verzoek aan het eind van een begeleidingstraject, die vult het altijd positief in. En er zit een beetje een voorspelbaarheid in, want dan raak je jongeren kwijt, hè, zo na een paar weken, soms na een paar maanden. Soms zijn jongeren een beetje boos of teleurgesteld in de begeleiding. Van die jongeren zou ik ook graag zo'n ingevuld formulier zien. Want dan weet je ook, dan kan je van leren, dan weet je wat is er gebeurd waardoor iemand er niet meer is. Als de te verzamelen gegevens voor de hulpverlener zelf nuttig zijn, zal hij geen bezwaar maken. En het geld? Ik denk ook dat mensen onderschatten wat de kosten op termijn zijn. Het vervelende woord, de thuiszitter, ben vast tegengekomen. Iemand zit thuis, kan niet meer naar school. Die groep loopt een groot risico om nooit meer in die maatschappij te komen. Nou, wat doen onze systemen? Die hebben niet het perspectief van, laten we zeggen, één generatie verder. Wat moet er dan op orde zijn? Dat zit in ons politiek bestel. We hebben natuurlijk om de 4 jaar wisseling. Maar dat maakt het complex. Dus een van de oplossingen is dat je een structuur moet verzinnen die een duurzaam perspectief introduceert. Kortom, kijk nou eens even ietsje verder dan die 4 jaar. En denk niet dat je dit met een financiële blik gaat oplossen. De jongeren zijn de toekomst. Dus dat zij goede zorg krijgen is natuurlijk belangrijk voor de toekomst en voor de economie, de samenleving, alles, zeg maar.